Goedemiddag, broers en susters. Dit is my lekker om iets met julle te kan deel. Iets wat God vir ons gegee het. Daarom wil ek vandag vir julle deel met iets waarmee ons baie sukkel. Ons sukkel soms om te doen en te luister wat God van ons verwag. Soms ons sukkel om te doen wat ons te regte ding om te doen. Ons word vasgevang en een wereld vol versoeking. Die wereld het baie dinge vir ons klaar. En soms ons is so makkelijk om te sê, wel. Maar is dit Godse manier, Godse wil, God wil hê, ons moet dit vol geslechte dinge? Ja. As ons kyk na die pen, volgende pen, ons sien wat. Hoe die duivel ons altyd dit. Die duivel hou nie van ons nie, hy wil hê ons moet altyd moeilikheid hê. So die duivel lei ons soms in plekke ons nie moet wees nie. Versoeking is een van sy manier om ons met moeilikheid te werk. Wanneer ek een persoon haat, dan moet ek daar een plan op. Maar ek sê daar vir, kom met die moeilikheid, dit wil ek maar. Dit probleem. En lach vir my. Is lekker nie. Want die wereld is altyd vol versoeking. Maar Jesus leer vir ons, ons kan versoeking skyn. Dan wil ek vandag met julle deel wat God vir ons gegee het. Die duivel het vir Jesus versoek. As ons lees in die Bybel, waar in Matteus 4 vers 1 tot 11. Ons lees dat Jesus ook die versoeking weerstaan het. Jesus was vir 40 dae in die woestyn. Niks geëet nie. En die duivel kom en sê vir Jesus, as u die seun van God is, sê vir die klippe, om te verander in buie. Maar Jesus sê nie, een mens lewe nie net alleen van brood nie, maar elke brood uit die mond van God. So duivel het. Daarna, die duivel vir Jesus na baie hoë plek geneem en vir hom gesê, as u die seun van God is, spring af. Soos hy engele opdrag gee om jou te vang, sodat hy nie per voet stamp neem. Maar Jesus het gesê nie. Dit mag nie die Heer jou God toets nie. Jy mag nie vir God iets vra wat jy nie mag doen nie. Daarna het die duivel vir Jesus na baie hoë plek geneem en hom gesê, kyk, die koninkryke, hoe mooi is hulle. As u, die seun van God, my aanbid, sal alles vir jou gee. Jesus sê, nee, jy mag alleen jy jou God aanbid, en niemand anders nie. En Jesus sê, los my gaan.
En de engelen van God gekomen naar hij heet. Jezus gezond. So Jezus was voor 40 dagen zonder koos. Lang tijd. Maar hoe het gebeurt dat Jezus is zijn geliefde zoon. Toen Jezus gedoop was in de Jordaan rivier, waar Johannes de doper voor hom gedoop het, toen water uitkom, die hemel opgegaan. En iets wat klein soos 'n duif afgekom op Jezus, die Heilige Gees. En God het geantwoord en gesê, daar is my geliefde seun, waarom verheug ek my? Wat van jou? Is jy die geliefde seun van God? Of die geliefde dokter van God? Wees jy, wees ek. Ek en jy is ook God se. Ek en jy is ook God se geliefde seun en dogter. Johannes 1:12 sê, elke wat die Jesus aanneem, word die reg om 'n kind van God genoem te word. Daarom ons is broers en susters in Christus, en ons Jesus aanvaar het, ons is broers en susters. Die versoeking, wat beteken dit vir ons? Toe die duivel vir Jesus besoek het, dan sê hy, met die brood aan agter klippe, manne en brood. Maar vir Jesus vir 40 dae niks eet het nie. Toe Jesus mens, dit was honger. Maar dit behoefte om na 40 dae iets te eet, sal koos wees. Daarom het hy begin op die vir Jesus moet klippe bouwe. Maar ons honger wat help weer te lewe, en makkeliker weer te lewe. Ons wil dit hê. My duivel sê, kom. Daar is geld. Daar is wat Peter lewe sê. Baie geld wat Peter lewe hê. Allemaal glo dit, ja. Dit is waar. Kan gebeur. Geld, lewe is beter. Dan jy altyd nie. Jesus sê, en mens lewe nie net van brood nie. As jy baie wil lewe, dan moet jy luister na elke woord van God. Sê. Hoe wonderlik is om te verstaan, sê, my lewe wil beter wees, ek moet luister wat God sê. God ken beter vir ons. Die tweede besoeking was een hoop plek om vir God te toets. Duivel sê, kom, toets God se vertroue. Toets God en kyk by lief is vir jou. Doen ons dit ja. Sê, ja, nee. Vertroue God. Maar vertroue in God. Soms in ons lewe voel ons voel sukkel. Maar God sê, nee, ek sal jou help. En ons wil ook belangrik wees. Ons wil ook wow hê. Ons is selfsugtig. Self eer wil. Daar gee dit vir die mense, ja.
ακόμα τα ίδια, όταν τα είδωσε. Ούτε sleepy young. Ναι, είσαι sleepy young. Φούτσα λεκά έχει πολύ πια. Προπίεσαι από μέσα. Ας πιέν. Ε, στο μυστήριο του Facebook. Κάμε τα λίγα, αλλά στο ψάχνουμε. Α, τούν, παμίνε. Πασό, πασό. Παμίνε για μην μην πιέσεις που μάγει αυτό. Τσεπέα, ναι, πικέ. Το σπούρ άμαλες λά, άμαλες τίεννα. Κόμι τα έβρεσε, ναι, νήματα ρε παιδιά. Αχλούω, μόνοι. Αντίσου σε, για η μόνη σου φέδια χώτη, για η ίτσπρα δεν μάχτει. Ακεν, ας ακουάτες, με πέρα, με κέν, of my brother, of my sister, of my mom, of pa. I say, okay, we're going to eat two nuts together, it's crack, ma. So there, it's good, yeah. Men spielen in alle mensen gevoelen me. Jouw leven is voor God waar dat belangrijk. Ik kan het zeggen, ik is nog keer voor, ik moet me nou 10.000 jaar hier op af, zelf me klaar. Kan het goed? Kan. Ja. Wat mag me? Want God is heilig. Hij kent jou en mij weer en beter. Vandaar moet jij in ik ook weten. God zal zo op zijn tijd. We kan het goed brengen. Zelfs met onze families. En ja, wij geven ons beter zelf. Ja. Ja. God is lief voor jou. De duivel zegt allemaal, het is 10 jaar. De duivel mag van je leven, dat je met jouw leven opgeven. Met touw opgooien. Dat is ook echt wel belangrijk voor jou. De duivel verzoeken. Aanbidden, wie aanbidt dat? Maar God of de duivel? De duivel is gelijk aan de wereld. Weg aanbidt de wereld. Zo is gloed wie? De duivel of God? Wie is de belangrijkste? Kijk, mensen, is het belangrijk? Mensen met mooie kaarten is wel belangrijk. Mensen met mooie huizen is wel belangrijk. Mammon. Mammon. Geld goed. Geld goed. Geld. Kijk toe. Geld. Belangrijk. Dat was zeggen, ah, werk. Hard. Werk. Weet het. Moeg. Daar was je bij het bal. K.E. Daar tijd werd het tot de tijd. Moeg. Het is tijd met God. Daar was je bij het bal. Gaat. Op. Huisje. Op. Leerde. Daar. Alles. Daar. Jij bent God die je aanbidt, net voor ons. Ja, geld is belangrijk. God geeft ons geld, maar genoeg. Het is zoals in Matthäus 6, wat ons leert met het gebed, onze Vader. Wat zegt, geef ons ons dagelijkse brood. Wat betekent dit? God geeft voor ons vandaag wat ons vandaag nodig heeft. Morgen zal weer iets anders gaan. Overmorgen zal weer iets anders gaan. Maar vandaag wordt het soort voor ons. Wat wil ons doen? Ons wil genoeg hebben voor 10 jaar. Van nooit weer sukkelen. Bijbel. Later.
No niin, ei vesti ennenkään. Mä klaistan tuli päivä. No, onko se monta mainia? XS. Tätä kääntyy. XS, päättää me mennä pa meissä. Mutta nytkin mennä se. Ah, jaku, syö. Tuut. Olet X. Du mensa. Du Det er den. Meget. Og så fik jeg et. Ons er hvad godt for ons nu. Ons er mennesker. Godt doen mere for ons. Man er godt aan bed. Sæt dank, dank je. Of bed. Om te zeggen. Ja, dank je voor alles wat je voor mij hier. Dus bed is. Wat zei onze zijdsturen, zijdsdokter? Onze zijkinders. Waar mensen in de wereld zou zeggen, nee. Maar God zei, jij en ik, de zijkinders. Ons is wat God voor ons geeft. God geeft ons waar dingen. Maar de meeste wat hij voor ons geeft, is wat genade, vrede, zij liefde, zij omgeven. Dat maakt een groot verschil in ons leven. Maar als ons denkt, ja, maar ik weet het niet, dan is het mooi om de ochtend te opstaan. Dank je, Jezus. Dank voor een nieuwe dag. Dank je voor alles wat je me geeft. Dank je voor alles. Maar soms ons kies. Ons wel. En ons zegt, ja, God. Maar nee. Ons, God, ja. God is nabij ons. Ons kies wel. Of de Bijbel. Zo, laat je mooi dan. Wat ik zeg. Jij is speciaal. Wat het jou gemaakt, zoals jij is. Maar niemand anders zoals jij nu. Je zegt bijvoorbeeld, ja goed. Maar het persoon zelf treedt. Heet niet. Waar jij zit en kijkt of luistert. En je weet dat jij is speciaal. Dat dit niet zo'n persoon zoals jij. En je daar wel niet naar van. Hij wil jou leren tegen elkaar, maar hij wil dat jij moet voel slag, je moet voel mislukking. Dus dit is wat die duivel wil doen. Daarom mag ik voor jou aanmoedigen. Jij is speciaal God. Want jij is God, zijn geliefde zoon en dochter. Mag jij jou zien, verder. Mag jij weet dat Godse liefde genoeg is voor jou en nooit stopt. Dus ik wil bij jou bid. Mag jij het weer zien. Hemelse Vader, ik sê baie dankie. Dat ons kan weet, die versoekings in ons leven kan ons weerstaan. Want door die liefde geef ons genoeg van alles. Ja, ik vraag voor mijn broers en zusters, allemaal wat sukkel met verzoeken, dat Israël de kracht zal geven om weer op te staan en voor de Bijbel te zeggen, los mij, ga, maar ga pas. Ik bid dat ik in die naam,